Elk jaar herdenken we in Nederland op 4 mei de Tweede Wereldoorlog en vieren we op 5 mei de bevrijding. Vandaag ga ik met Jaap Scholte wandelen in Babberich en ik vraag aan hem wat vrijheid voor hem betekent. Eigenlijk is het natuurlijk wel bijzonder, Jaap. Babberich kent helemaal geen traditie in het herdenken rond 4 mei, maar sinds vorig jaar ineens wel. Ja, we hebben dat 75-jarige jubileum van het herdenken hebben we opgepakt om zelf een monument neer te zetten, zodat we jaarlijks een krans kunnen leggen en kunnen herdenken. En dan ben jij een jonge dertiger, Jaap. Is dat herdenken dan nu 75, 76 jaar later nog steeds nodig? Ik vind van wel. Het is niet vanzelfsprekend dat wij zo in een vrijheid leven zoals we hem nu hebben. En we mogen niet vergeten wat er toen de tijd gebeurd is en dat ze er zo hard voor gevochten hebben dat wij deze vrijheid hebben. Dat we kunnen denken en doen wat we willen. Dat onze kinderen kunnen opgroeien. Kunnen worden en zijn wie ze willen zijn en wie ze... Welke kleur ze hebben, wat voor geloofsovereenkomst of wat dan ook. Het kan allemaal in vrijheid nu. Dus vrijheid gaat voor jou veel verder dan alleen maar nadenken over wat er in de Tweede Wereldoorlog is. Ja, zeker. Gebeurt. Want de vrijheid zoals we hem nu kennen, die hadden we nooit gehad zonder hun. Nee. En sta je daar ook bij stil straks met je kinderen? Ga je gezamenlijk naar de herdenking toe? Ja, nou, we kijken in ieder geval jaarlijks op televisie. Het momentje op de Dam pakken we altijd mee op televisie. Want ik vind wel dat ze er zich van bewust moeten zijn van waarom we het doen en hoe we het doen. Prachtige plek is dit, hè? Ja, dit is een van de mooiste plekjes van Babberich. En daarom hebben ze ook ervoor gekozen om het monument hier neer te zetten. Want het Mariakapelletje is in 1951 door de bewoners van Babberich als teken van dankbaarheid aan Maria, dat we de oorlog relatief ongeschonden door zijn gekomen. En daarom was dit de juiste plek daarvoor. En dit is dus het nieuwe monumentje wat vorig jaar is geplaatst. Ja. 75 jaar vrijheid. Ja, precies. Ja. De herdenking daarvan. De herdenking daarvan, ja. We leggen onze roos. Ja.